Suriname heeft de afgelopen 3 dagen steeds 7 COVID-doden per dag geregistreerd. In de maand mei zijn reeds 78 personen overleden als gevolg van dit zeer besmettelijk virus. Hiermee staat het aantal COVID-doden in Suriname op 282. Op de site staat dat gisteren 293 personen positief zijn getest. Er zijn 610 swabs gedaan, wat neerkomt op 48% positieven. Op de intensive care units worden 35 COVID-patiënten verpleegd, terwijl 203 mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis. 105 personen zijn gisteren genezen verklaard.